Dan moet je even uitkleden zo. Ik ben vandaag eventmanager bij de Ziggo Dome bij een 5-jaar jubileum. Samen met Floor. Wat doe jij hier heel de dag? Hey Eva! Wat houdt jouw baan in? Wij krijgen informatie van de huurder. En dan ben ik eigenlijk de communicatiespeel intern tussen de floormanagers. Zij zijn mijn ogen op de verdieping, om het maar zo te zeggen. Ja. Lekker, maar je bent niet gestrest, of wel? Nee, wel hyper. Wow, dat is hyper, een positief woord voor stress. Je ziet het, we hebben druk. Je mag lekker achter me aanhobbelen. Dan gaan we straks de deuren open en dan mag jij voor ons doen. De deuren voor de fans, die trouwens hier al buiten liggen, mag ik open doen? Die mag jij open doen. Oké, nou, ik ga rennen. Top. Ik ben Floor kwijt. Ja, het ligt er. Ik denk dat ik vandaag wel de 8 kilometer haal. Ja. Ja. Oh, die kan jij anders wel bellen. Naar de Randstad Lounge voor een stroompunt. Hoi Wilfried, je spreekt met Lonneke, assistente van Floor vandaag. Ik vroeg me af of iemand naar de Randstad Lounge kan komen voor een stroompunt. Prima. Hoeft niet meer. Sorry. Hoeft niet meer? Oh, het hoeft niet meer, Wilfried. Nee, kan je gewoon verder met je ding doen. Dankjewel, doei. Maar dit soort dingen mogen dus niet hier in de weg staan. Nee, hier komen ruim 4000 mensen, lopen hier rond en dat is gevaarlijk. En daar zullen mensen, ja, die komen in verknelling of verdrukking. En als eventmanager ben je ook degene die daar nog naar kijkt of er geen dingen gek staan. Wat de veiligheid van de bezoekers in gevaar kan brengen. Hey, wanneer heb jij nou op een avond zo'n moment dat je denkt, yes, het is allemaal gelukt? Dat is op het moment dat het publiek, de lichten gaan uit en het publiek gaat juichen dat de artiest het podium opkomt. En dan denk ik, yes, iedereen heeft zijn drankjes, heeft zijn jas lekker kunnen ophangen. En dan gaat er kippenvel, komt dan over mijn hele armen. Kijk, ik moet nu een beetje opschieten, want we moeten ons volgende overleg in. We gaan weer. En als het goed is, staan mijn vrienden hier van het gebied. Nou, we hebben net van alles besproken over de veiligheid. Komt politie bij kijken en mensen van het verkeer en beveiligers zelf. Dus we wachten vandaag 17.000 man. En hiernaast is Voice of Holland. En er zitten ook duizenden mensen. En die komen straks om 11 uur allemaal tegelijk naar buiten. We moeten allemaal de parkeergarage uit. Dus ja, daar staat mijn auto ook. Dus dat wordt een leuk vanavond. Maar het is heel bizar om te zien hoeveel mensen hiermee bezig zijn met in zo'n show. Jij mag zo dadelijk naar Member Zuid gaan. Kan je even voorstellen aan de portierder? Wie gaat jou de deur laten openen? Nee. Ga zo meteen open. Ben je zenuwachtig? 5 jaar, Ziggo Dome. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Ik heb echt heel veel zin in om al die fans naar binnen te zien stormen. Even kijken wat er gebeurt. Hallo! Welkom! Dan moet je even uitkleden zo. Nee, grapje. Nou, als eventmanager moet je heel goed kunnen bellen. Je moet goed kunnen organiseren en communiceren. Je moet regie kunnen houden, oplossingsgericht zijn. Ja. En natuurlijk van flexibele werktijden houden. En geduld. Als assistent moet je ook heel veel geduld hebben. Proost. Zit erop. Wij gaan lekker genieten. Wij zijn het